Het ROC van Twente organiseerde vrijdag 18 november een project om duurzaamheid en fairtrade te promoten. Het project heet Upgraden en werd georganiseerd door het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Overijssel. De leerlingen van de afdeling Mens en Maatschappij schakelden precies om 12 uur de verlichting op hun eigen verdieping voor 5 minuten uit. Daarna liepen ze door het gebouw om mensen te bewegen hun telefoon, iPod en computers uit te zetten. In de centrale hal van het ROC stonden verschillende tafels die ingericht waren met Fairtrade producten. Men maakte smoothies die gratis uitgedeeld werden. Twee leerlingen, Els Musters en Esme Nijman, leggen uit wat de doelen zijn. Eigenlijk zijn wij heel erg afhankelijk van energie en we willen mensen bewuster van maken hoe afhankelijk we ervan zijn. En dat ze dus de telefoon voor 5 minuten uit willen zetten. En dat het dus, als iedereen dat zou doen, dat het dus heel veel zou besparen aan energie. Ook zijn er manieren om thuis duurzamer te leven. Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje te bestaan. Ook opladers met zonnepaneeltjes. Dus dat scheelt heel veel energie. Dus dat is een optie. Als je niet in een kamer bent, kun je bijvoorbeeld lampen uitdoen. Noem maar op. Echt die kleine dingetjes, die maken al heel veel verschil. Volgens projectleidster Irene Duimstra van het COS lopen er tot het einde van dit jaar nog verschillende acties door het hele land. Ze hebben eigenlijk overal wel van alles op de planning. We hebben bijvoorbeeld aankomende zaterdag in Zwolle een leuke upgrade bij Zwolle Wereldstad. Dat wordt ook georganiseerd door het COS. En dat doen we met MAS-jongeren, met maatschappelijke stagejongeren. Dus jongeren die uren hebben om vrijwilligerswerk te doen of stage in te vullen, kunnen ze dat bij ons doen. Verder hebben we in december een leuke actie met een welzijnsorganisatie. Er zijn ook 10 jongeren die dat doen. En die gaan een hele massale actie houden en dat geld inzamelen voor Serious Request, net als hier.